Moet de golf als remmen gevraagd ik hier zo. Hey, is goed vriend, kom eraan, zie je zo. Maestro! Hallo! Hoe is het? Ja, goed man. Lekker weer. Doe de golf als een remmerke voor je hart, ik hier zo. Is jouw rijstijl niet te vertrouwen dan? Ik rij heel rustig, maar ik moet wel even binnen. Mooi man. Dat is wel een mooi busje, hè? Ja, is echt alles erop en eraan, hè? Dat is echt bizar. Is die van jou? Nee, dat is een nieuwe. Oh, ja, krijg jij geen nieuwe? Nee, joh. Moet je verdienen, hè? Moet je verdienen. Nee, maar het is echt... Kijk, onze monteurs die gaan eerst een heel leertraject in en dan gaan ze zelfstandig monteren. Ja. En dan krijgen ze ja, over het algemeen gewoon echt splinternieuwe bus, alles erop en eraan. Meen je niet? Allemaal dus... goed geregeld hier, hè? Bij die mandenmakersgroep. Ja, dat wel, ja. Oh, gaat het gaat de ja, ietsjes verder rijden, dan rijdt hij open. En hoe lang werk je nu bij die mandenmakersgroep? 11 jaar. 11 jaar al? Ja, als kleine jongen begonnen. Nee, je bent niet verder gegroeid, hoor. Nee, ja, de breedte. Ik kom als kleine jongen. Ja, als kleine jongen begonnen. Joh. Hullemonteurtje. Kleine jongen. Oh, dat is een mooie. Ja. Dus, daar ben ik een jaar mee geweest met de coach. Ja. Hè, gewoon een ervaren monteur. Ja. Ja, weet je. Je bent je functies monteur. Ja, ja. En dan ja. Moet je daarna moet je gewoon zelfstandig gaan monteren. Ja. En dan ga je gewoon elke dag naar mensen toe. En dan soms is het 1 dag, soms 2 dagen. Ja. En dan netjes die keuken erin zetten. Ja, ja mooi. En dit vak, waar heb je dat geleerd dan? Ah, ja, kijk, het is eigenlijk gewoon, we hebben een interne opleiding, dus we kennen bakkers, hebben slagers, automonteurs. Ja. Ik heb wel opleiding gehad. Meen je niet? Ja. Zou je niet zeggen. Maar. Nee. Ik doe mijn best. Nee, maar goed. Ik heb wel interieurbouw meubel maken gedaan. Ja. Maar ja, bij ons echt heel veel mensen die gewoon binnen intern hebben een opleidingscentrum. Oké. Okay. Dus bij de mannenmakersgroep, dan krijg je gewoon die opleiding. Dus je zou zo kunnen beginnen. Ja. En dan ga je gewoon met een coach mee. En dan heb je een heel opleidingstraject, er zit een opleidingsmap, een digitale opleidingsmap aangebonden. Okay. En dan, En hoe lang duurt zo'n opleiding dan? Ja, gemiddeld 1 jaar. Ja, en dan krijg je gewoon keukensplaats? Ja, ja, en de ene is misschien 8 maanden of 9 maanden klaar, de andere duurt er iets langer over. Ja, ligt aan de persoon. Dus, ja, aan de persoon en goed. Hoe snel die het oppakt en zo. Ja, ja. Okay. Ja, goed. En dan is het aan de leidinggevende van die persoon om de juiste weg omhoog te krijgen natuurlijk. Hè? Want je hebt... kwalificaties in de montage van B, C tot en met D. Ja. Ja, en D is dan dus het hoogste. Ja, je hebt monteurs die zeg maar. Je begint onderaan. Ja, je hebt en dan elke keer kan je een stapje zeg maken. Maar eerste divisie en dan heb je eredivisie, Champions League. Ja, ja. En jij zit nu in de. Champions League. Champions League, ja. Ja, na 11 jaar moet dat wel. En wat is dat verschil dan? Kijk, als jij een betere, beste zeg maar Champions League monteur bent, verdien je daar ook meer geld of krijg je bonus? Aan elke kwalificatie zit het salaris vast. Okay. Dus hoe hoger jij in kwalificatie komt en hoe meer jij kan gaan verdienen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook de motivatie voor iedereen om zo hoog mogelijk te komen. Je beste doen. En je hebt erbij die in de eerste divisie blijven. Ja. En dan kan je binnen je eerste divisie kan je nog steeds stapjes maken. Ja, dan kan je van jong Utrecht naar. Ja. Van, ja. Oh, maar dat is wel een mooie motivatie, man. Dat je zegt, want dat is ook weer goed van de baas. Die zegt van, oké, hoe goed je best doet, hoe meer geld je gaat verdienen. Ja. En waarom zouden ze dan bij de mandenmakersgroep moeten kunnen gaan werken? Waarom zouden ze dat moeten doen? Nou, weet je, het is een echt familiebedrijf. Okay. Gewoon met elkaar, voor elkaar. En je hebt gewoon dat je binnen... je hebt 2 maanden proeftijd en daarna gelijk een vast contract. Oké. Okay. En kijk, in 2 maanden zien wij niet of dat iemand een goede monteur is. Nee. Maar wel, heeft hij de juiste instelling, is hij op tijd, ziet hij verzorgd uit. Juist. En heeft hij de wil om iets te leren. Is en dat zijn eigenlijk ingrediënten die eigenlijk al genoeg zijn. Ja, het belangrijkste. Dus, komt hij netjes over, is hij goed naar de klant toe? Ja, zeker. Je, dat is allemaal belangrijk, ja. Dat is eigenlijk gewoon de basisdingen in het leven. Dat dan moet je beschikken. Ja, en dan kan je gewoon lekker aan het werk gaan. En dan kan je lekker aan het werk. En dan, als je ziet bij ons in de montage hoeveel mensen er langer dan 12 jaar werken, eigenlijk geen verloop. En dat betekent gewoon dat het goed geregeld is. Ik hoor ook van dat bij die groep dan zeg maar voor mensen die kinderen hebben. Jullie hebben opvang, hè? Ja, er zit opvang. Ja, er zit opvang aan dingen. Die van ons gaat daar in eind mei gaat hij naartoe. Mijn dochter is 1,5. Oké. Okay. Bijna. En die gaat daar dan ook naartoe. Dus dan breng ik ze daar 's morgens om 7 uur naartoe. Meen je? En dan
Ja, of om 8, maar ik moet ook op tijd beginnen. Maar is dat dan de hele dag totdat jij werkt? Ja. Kunnen ze daar blijven? Kunnen ze daar blijven. Dat is geweldig. Ja, en dat is echt wel fantastisch. Dat is wel goed geregeld, hè? En ik heb dan, de eerste van ons heeft er ook gezeten. Ja, en dan, normaal zeg ik, rond 5 uur ben ik er. Maar ja, als het dan een keer later wordt bij de klant of heb file, bel ik op van, goh, ik ben later. Oh, is geen probleem, ze kan mee eten, we zien je straks wel schijnen. Nee, dus. En dat maakt denk ik een bedrijf echt wel net een stapje extra. Ja, maar dan heb je ook rust in je hoofd, snap je? Dan ben je niet bezig van, oh, ik moet snel opschieten en dan ga je dingen afrachelen. En dan weet je, met je kind zit goed. Wat heb je in je broodrommeltje zitten? Ik? Ja? Niks, ik hoop eigenlijk dat we een lunch genomen. Maar nee, normaal gesproken, ik ben niet zo'n grote eter. Maar jullie... Kleine hapjes, maar wel heel veel. Muizenhapjes ook. Ja. Oh. Nou, jullie hebben toch ook een hoe noem je dat, kantine of zo? Ja, we hebben een kantine, ja. Dat zag er goed uit. Wacht, die kan de klant zijn. Hoi met Roy, goedemorgen. Hey Alexander. Ja? Ja, dat moet wel lukken. Dan denk ik dat we er ongeveer met een klein kwartiertje zijn. Ja? Oké, tot zo. Hoi. Ja. Snap je hoe dat moet? Ja, ik wel. Ik wil alles even uitleggen. Anders hoop ik het. Ja, je kan hem er gewoon inschuiven hier. Ja. Deze was gewoon, kijk, ik kan hem zo eruit klikken. Ja. Oh ja, ik snap het. Ja, mooi. Sorry, top. Nee, maar we hebben een keimooie kantine, joh. Dat is echt, we hebben een restaurant aan transportzijde. En we hebben een restaurant gedeelte aan de montage. Hè, want dat is een heel groot pand, aan twee kanten. Ja. Hè, en dan bij de transport is op de ene op woensdag snackdag volgens mij. Ja. En bij ons op vrijdag. Aan de montagekant. Okay. Maar ja, je kan daar gewoon heel de dag door. Dus met de lunchpauzes kan je verse broodjes met filet, broodjes gezond, soepen, twee verschillende soorten, salades. Meen je niet? Ja, dat en dat zit allemaal erbij in gewoon? Nou, dat is voor een gereduceerd tarief. Hè. Dat is echt, okay. Als je nou gewoon een complete lunch pakt, soep, broodje en wat drinken, betaal je iets van 3-4 euro of zo. Dus als ik binnen zou zitten. Ja. Ja. En maar jij gaat toch woensdag en vrijdag altijd? Ja, meestal wel. Of alleen woensdag? Nee, woensdag en vrijdag. Twee keer snacken. Snackdag. Nee, maar het is wel mooi. Ik vind het wel mooi hoe dat bedrijf is ontstaan ook, hè? Mannenmakersgroep. Gewoon met, hij is begonnen toch met één keuken? Ja, hij is echt gewoon begonnen bij zijn ouders in de varkenskuur, hè? Meen je? En dan gewoon één keukentje in de kaakvlas en dan gewoon met mensen aan de deur. Gewoon zegt hij, oh, die zijn aan het verbouwen, daar ga ik naartoe. Ja, ja, ja. Hè, van, wilt u bij mij een keuken? Ja. En heel veel mensen denken van, oh, weet je, komt hij... Ja, op een gegeven moment, toch kwam dat moment dat hij zijn eerste keuken verkocht. Ja. Oh. Ja, en dan nu dit, hè? Ja, dat is bizar, hè? 6000 man personeel. Oh. Door heel de manmakersgroep. Dat is niet normaal, hè? Echt geen respect wel. We hebben soms ook wel eens een feestje, weet je wel. We hebben nooit... Ja, er zijn nog eens feestjes. Komen al die mensen. Ja, dat is echt, ja. 6000 man. Ja, goed, ze komen natuurlijk niet allemaal, maar... Nee, maar dat is echt bizar, jongen. Dat is echt gewoon een klein festival. Ja. Al eten, drinken, alles erop en eraan. Ja, ja. Artiesten en lekker dansen. Ja, meestal weet ik dat het begonnen is, maar niet dat het geëindigd is, dat wil zeggen. Ja, de eerste keer mocht ik alleen naar het feest, dat is ook mijn aanhang. Dus de eerste keer was ik alleen. En de vrouw zegt nou gewoon van, jij gaat alleen niet meer. Nee? Niet daar naartoe, nee. Oh, ik wil ook een keer mee. Ja, goed. Ben, nodig maar uit, Ben! Ja, ben. Vriend! Ben niet blij. Ben niet blij. Ja, Ben is wel blij. Oh, als je 6000 man aan het werk, hè? Maar weet je wat het mooiste is? Hij is ook gewoon nog steeds gewoon Ben. Weet je wel, dat is echt... ik denk dat wel het kracht... Dat moet ik echt wel zeggen, hè? De kracht gewoon bij al onze leidinggevenden binnen. Ja. Ze zijn er gewoon nog steeds zichzelf. Menselijk, gewoon. Ja, gewoon... gewoon een handje, neem de tijd voor je als je iets te vertellen hebt. Vraag hoe het gaat, hoe het thuis is. En ik denk dat dat wel een grote kracht is. Tuurlijk. Dat is het familiebedrijf dan. Ja, dat is de familiegevoel geven. Ja. Snap je? Gewoon lekker rechts, hè? Dongen? Ja, doe maar naar Dongen. Dingen Dongen. Dongen Dongen. Dongen Dongen. Dingen Dong. Nee, maar dat is wel belangrijk hoe je met mensen omgaat, hè? Ja. Kijk, als jij als baas zijnde alleen maar
dingen gaat uitmaken. Ja, dit, dat, dat, is zo, dat is niet goed, dat zou ook wel eens gebeuren. Maar als je gewoon normaal met de mensen omgaat, dan kan je dit bereiken. Anders ga je dat niet redden. Nee, dat ga je echt niet redden. Nee, ja. En ik denk dat de huilen eigenlijk gewoon, het is eigenlijk nooit van je moet, het is altijd van wil je. Of, kan je ons wel uit de brand helpen, want we zitten echt omhoog. En, we hebben echt wel eens gewoon, als je dan die keuken niet afkrijgt, of je denkt dat je hem niet afkrijgt, dat het echt laat wordt. Yeah. Kijk, dan kennen we altijd de volgende dag terug, maar je hebt gewoon een periode dat het mega druk is. Yeah. En dan bellen ze op van, Mike van Roy, wil je alsjeblieft de keuken afmaken, hè? Want we zitten morgen en de komende week ram vol. Yeah. Wil je dat doen? Nou, en dan ga je onderweg terug naar huis wat eten, dien bonnetje, weet je wel. Het is gewoon goed geregeld. Ja. En dan maak je die keuken af. Ja. En dan ben je een keer om 8 uur thuis. Ja, dat is toch niet zo erg? Nee. Ja. Het lijkt me gewoon gezellig om te werken hier, weet je wel. Omdat je alles bij de hand hebt ook gewoon en zo. Alles is goed geregeld. Dus dat is wel fijn, man. Rij maar naar Oost-Zuid, ga maar links. Moeten we links? Ja. Helemaal links? Ja, helemaal links. Godsamme, jongen. Kun jij dat niet even eerder zeggen, hè? Ja, dat kan. Verstaat je mij wel? Ik versta je wel. Praat ik een beetje goed Brabant? Ja, nou, je probeert best meer Limburgs, hoor. Ja? Ja, toch meer richting Roda dit. Dat weet ik wel. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Dat weet ik. Hij kan ook wel echt plat praten, maar ik kan de rest hem niet verstaan. Nee. Godsam, joh. Ekkes. Hey, maar gezien wel, hè? Ik heb worstenbroodje beloofd en zo. Ja, lekker, man. Dat is echt lekker, man. Bij ons hebben ze die vieze verpakte in de supermarkt. Kan je niet vergelijken. Nee. Ik heb wel eens gehad, dacht ik, godverdamme, net namelijk deze, die was echt lekker. Maar dat komt hier uit de buurt natuurlijk. Hij is ook wel eens als je dan aan het werk bent, hè, dan rijdt er een leidinggevende rond. Hè, onze leidinggevende rijdt dan rond, weet je wel. Ja. Op vrijdag of zo, op een andere dag. En dan gaat hij wat monteursbezoeken doen, hoe het onderweg gaat. Want de monteurs, wij rijden vanuit thuis weg, komen eigenlijk bijna nooit op de zaak. Of we moeten service hebben. Ja. En dan hebben ze een worstenbroodje bij. Ja. Dat zijn die kleine dingetjes, weet je wel. Ja, dan, even worstenbroodje eten. Maar ja, even hij gaat er 10 bezoeken, 10 de monteurs. Ja. Ja, en wij krijgen 1 worstenbroodje en hij zal wel 10 eten. Ja, natuurlijk. Die zien er ook zo uit. Ja. Ja, maar dat zijn mooie dingen, man. Eén ding wat ik nog van je wil weten. Als jij directeur zou zijn van de mandenmakersgroep, wat zou je dan veranderen? Ja, ik denk dat er niks hoeft te veranderen. Dat klinkt misschien ook cliché, hè, maar ik denk dat... Hier rechts, sorry man. Ik denk dat er niks veranderd hoeft te worden. Nee? Als je ziet, hè, wat er allemaal al voor ons gedaan wordt. Tuurlijk, we moeten hard werken. Hè? Ja. He, montage, transport, iedereen. Er wordt veel van je gevraagd. Maar je ziet wat voor feesten er worden georganiseerd worden. We hebben een bruin café hier op het hoofdkantoor. Nee, elke vrijdag is die open. Dan kan je een biertje drinken, een wijntje drinken, een flesje drinken. Ja, gewoon gezellig met elkaar, ongedwongen. Je mag komen, je hoeft niet te komen. Nee. Ja, weet je, ja, ik denk, hè, hij is niet voor niks zo groot geworden. Nee. En gewoon de warmte en aandacht die je krijgt als mens. Juist. Dat het ook gewoon is als, als er een keer thuis is. Iets aan de hand is, weet je wel, dan alles is zo geregeld. Ja, ja. Mooi, hè? Ah, ik vind het prachtig. Ja. Ah, joh. Doe je ook wat terug voor je baas, toch? Dat is, ja, dit is, dat is gewoon wederzijds respect, ja, zeker man. Doet hij echt goed. Heb je goed gedaan. Familiebedrijf. Heel mooi. Ik ben blij dat je mee uitstapt. Zo instap. Ja. Hey, bedankt man, was gezellig. Toppen, leuk.